Ik sta hier midden in Schalkwijk in de Perenboomgaard, deze mooie groene omgeving die op heel veel waardering kan rekenen van de buurt en van andere mensen van binnen en buiten Schalkwijk. Deze Perenboomgaard dreigt echter te moeten verdwijnen en plaats te maken voor woningbouw. Van vergroenen gaan we dan verstenen. Maar is dit dan de goede plek? Het ligt in de kern van het dorp. Het is moeilijk om hier met auto's het terrein af te komen, het dorp te verlaten. Verkeersdrukte is al groot op de Jonkeramweg en bij de spoorwegovergang. De uitvalswegen zijn smal. Verder is het een stuk wat heel erg laag ligt. Drassig gebied. Het verzakt enorm. Het heeft dus ook een soort waterbergende functie die je verliest als je hier woningen gaat bouwen. En daar zullen ook andere huizen, hier bijvoorbeeld op de Wickenburgse Laan, die al kampen met wateroverlast, nog meer last van krijgen in de toekomst, vrezen wij. Dit is een van de laatste groene plekken in de kern van het dorp. En we willen graag ook als het in het dorp gebouwd wordt, dat er ook groene longen blijven in het dorp waar en mensen kunnen recreëren. Samen met het omliggende terreinen die ook groen zijn en het naastgelegen grienbosje is het een nestelplaats voor heel veel vogels. Er nestelen buizers, er zitten uilen. Veel watervogels, eenden en dergelijke. En die fourageren ook hier in de boomgaard. En we zouden het zonde vinden als die habitat voor die dieren zou verdwijnen hier. De woningnood in Schalkwijk is hoog, zoals in heel Nederland. En mensen willen graag wonen. Nou, mensen willen ook graag wonen in Schalkwijk. En het is de bedoeling, of er is vooral nood aan starterswoningen en woningen voor jonge gezinnen. Die hoeven niet per se hier, maar als die achter de wiezen gebouwd worden, dan is dat ook goed. Mensen willen graag wonen, maar of ze hier willen wonen, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Wij zijn van mening dat wij niet de enige zijn die zich zorgen maken over dit plan en woningbouw hier in dit dorp. Om dat te peilen zijn wij een handtekeningenactie gestart. Mensen hebben een flyer in de bus gehad en kunnen die inleveren op verschillende adressen. Er zijn al enkele honderden reacties van Schalkwijkers op binnengekomen. Zowel direct omwonenden, maar ook andere mensen uit het dorp die graag bijvoorbeeld de spoorlaan mooi groen willen houden en daar een mooi wandelgebied willen handhaven. Die ook meer heil zien in een betere visie rond woningbouw. Iedereen die dat met ons eens is en dat ook wil steunen, kan naar onze website gaan, www.perenboomgaardschalkwijk.nl.